Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Hier moet iedereen zich melden die in Nederland asiel wil aanvragen. You come from Syria? Yes. Yeah? Okay. Where you come from? Okay. Then put everything on the table, please. Jinsia, Tunisia. Okay. Vergeet niet dat je vrouw. Een jaar lang krijgen we exclusief toegang om te registreren wat hier gebeurt. We go to your room. You all get a room. We give you food, blankets. In het jaar waarin het kabinet valt over het asielbeleid. Het kabinet is gevallen, inderdaad. Omdat de instroom naar dit land veel te hoog is. Er komen te veel mensen. Is geen asielcrisis, er is een VVD-crisis. Nederland kan het niet aan. We worden één groot asielzoekerscentrum. Tussen januari en december 2023 kunnen we hier elke maand aanwezig zijn. Mr. Ahmed? Yes. Yes, you have interview. I don't want it. It's important. Tijdens het verhoor door de vreemdelingenpolitie. En wat komt u dan vandaag bij ons doen? Bij de gehoren van de IND. Maar ook bij de gesprekken met asielzoekers die Nederland moeten verlaten. Ja, maar, ik onderbreek u even, meneer, hoor. We vallen een beetje in herhaling. Hè? En als medewerkers van het COA elke avond weer koortsachtig op zoek moeten naar plekken. Oké, dit is voor de night, yes? En als asielzoekers maandenlang de nacht moeten doorbrengen op de vloer van de wachtkamers van de IND. Een jaar lang achter de hekken in het epicentrum van de asielcrisis. Stream De Wereld in Ter Apel op NPO Start.